Vanavond richten we een nieuw fonds op. Een fonds genaamd Pancreas Kankerfonds. Het doel van vanavond is dat we meer aandacht trekken voor het bestaan van deze kanker en hoe dat we dit kunnen overwinnen. Het belang van dit soort fondsen is niet alleen het geld op zich, maar vooral dat we het eigenlijk vrij kunnen inzetten. Er staat geen directe resultaatverbintenis tegenover, wat bij veel contractonderzoek bijvoorbeeld wel het geval is. En hier kunnen we eigenlijk het meest baanbrekende onderzoek mee doen. Hier kunnen we risicovol onderzoek mee doen. En dat vind ik zeker in dit domein onwaarschijnlijk belangrijk. Meer dan 65% van de patiënten die lijden aan kanker, overleven die de dag van vandaag. En hier is een kanker waar veel te weinig aandacht aan besteed is, waardoor dat de meeste mensen nog overlijden. Dit is in deze tijd niet meer aanvaardbaar. Dus dat daar eindelijk onderzoek gebeurt, niet door één of twee, maar door mensen die weten wat het is, die expertise, is fantastisch. Wij vinden het echt wel belangrijk dat daar meer onderzoek naar gebeurt, dat daar meer sensibilisering rond gebeurt, zodanig dat mensen zich bewust worden van het kleine stukje in ons lichaam dat toch zo belangrijk is. Het goede nieuws is dat we al heel veel kennis verworven hebben op de basismechanismen en de interactie met het stroma, met de omgeving, met de immuunmechanismen die aan de basis liggen van pancreaskanker, waardoor we stap voor stap kunnen nieuwe therapieën ontwikkelen. Dat gaat niet vandaag zijn, maar dat gaat komen over een aantal jaar. We zijn klaar om in een heel netwerk, ook internationaal netwerk, gesteund ook door onze eigen onderzoekers in het VB en de hele KU Leuven, om dat eigenlijk op een heel gesystematiseerde manier aan te pakken. En dus een reeks van nieuwe technologieën, een heel elan. Het is echt het moment om dit op pancreaskanker te gaan toepassen. En zulke activiteiten en fondsen gaan ons alleen de ruggensteun kunnen geven die we broodnodig gaan hebben.